Je hoorde in dat filmpje net uw moeder zeggen... je moet nooit vragen hoeveel mensen... Nee, dat was mijn tante. Oh, dat was uw tante, ja. Zei uw moeder dat ook? Of... Ja, zeker. Wij mochten wel alles vragen, maar ik kon niet vragen op een gegeven moment van... Een kind op school zei tegen mij, jouw moeder is een moordenares. Oké. Dus dan kom je thuis en zeg je, ja, mam, wat is dit voor verhaal? Nou, zegt ze, nou, kom kind, zal ik je dat vertellen, hoe dat zit? Maar ik mocht niet vragen hoeveel mensen zij had omgebracht. Dat was not done. Dat was het enige wat ze niet vertelde. Dus dat weet u ook niet? Dat weet ik niet. Weet jij het wel? We weten het bij benadering. In het boek. Maar zijn dat alle gevallen? Nee, nee. Nee, hè? Ik weet zeker dat het niet zo is. Nee. En ze gingen nogal snoet te werk. Want jonge vrouwen zagen er goed uit. Verleidden Duitse soldaten. En namen ze vervolgens mee het bos in. Nou, geen Duitse soldaten. Nazi's. Nazi's. SS'ers. Niet elke soldaat was een nazi. Nee, SS'ers met name. Ja. Ja, klopt. Dat was een van de tactiek eigenlijk van de commandant van de Haarlemse tak van de Raad van Verzet, waar ze onderdeel van uitmaakten. Juist om jonge vrouwen te recruteren en die zich als moffenmeiden op te dirken. Met hele dikke make-up en met name Truus, die een beetje een tomboy was. Nou, dat was hilarisch. Verkleden zich ook vaak als man, hè? Ja, ja. Maar ja, in dit geval dus juist niet. Tegenovergesteld als moffenmeid. Dus ging naar een bar, verleidde daar inderdaad hoge Duitse officieren. Lokte ze naar de Haarlemmerhout. Om daar vervolgens dat daar een van de mannelijke verzetstrijders dan een kogel zou geven. En later leerde de vrouw ook zelf schieten en zelf liquideren. Ja.